Bismillah rahman rahim Er wordt vaak tegen Shiiten gezegd: O Shiiten, toon mij aan vanuit de sunne dat het verplicht is om twaalf leiders te volgen. Waar heeft de profeet Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam gezegd dat er na hem twaalf leiders zullen zijn? Lees met mij mee. In de Sunnitische boeken. Moesnet Ahmed ibn Hambel, geschreven door Ahmed ibn Hambel, volume 5, pagina 90, overlevert Ahmed ibn Hambel het volgende. De profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zei, er zullen twaalf leiders zijn, allen van Quraish. De overlevering daarna. De profeet Mohammed sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam zei, het geloof blijft tot stand tot de dag des oordeels en er zullen over jullie twaalf leiders zijn van Quraysh. De profeet Mohammed sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam heeft gezegd, er zullen twaalf leiders na mij zijn vanuit Quraysh En dit staat in de Sunnitische boeken in de moesnet Ahmed ibn Hanbel. Wie zijn jullie twaalf leiders? Als je gaat kijken binnen de sunnitische geleerden, dan zijn ze het daarover oneens. En we kunnen nog een ander onderzoek gaan doen. Als jij onderzoek gaat doen naar de twaalf leiders van de Soenieten, dan hebben zij allemaal het gedrag van tirannen en criminelen.